Meneer Dijsselbloem, waar ik nou ja, misschien heel gek heel erg nieuwsgierig naar ben, is wat zit er nu echt op dit moment in het koffertje? Alleen mijn speech nog. De rest heb ik allemaal achtergelaten in de Tweede Kamerzaal bij de voorzitter. Vorig jaar had u een ander koffertje. Dat had te maken met 100-jarig iets. Wat was dat ook alweer? Dat was het originele, het allereerste koffertje van vlak na de oorlog van Piet Liefting. Juist. Daar wordt het museum getrokken. En dit koffertje, waar komt dat vandaan dan? Deze is veel recenter. Er is een periode geweest dat een minister van Financiën zelf van het koffertje af wilde. Ja. Toen hebben studenten, ik meen uit Delft, actie gevoerd om de traditie te behouden. Ja. Sindsdien hebben we dit koffertje. Gelukkig maar, want behouden dat is de traditie. Want tradities zijn vandaag wel erg belangrijk, hè? Ja, het is een dag, Prinsjesdag is vol met tradities. De gouden koets moesten we al missen dit jaar. We hebben nu de glazen koets. Ja, die ik overigens wel eigenlijk stiekem best ook wel heel erg goud vind. Ik vind hem ook heel mooi. Ja. Over een paar jaar gaat hier het Binnenhof dicht. Moet helemaal worden gerenoveerd. Ja. Dus dan moeten we ineens de sfeer van het Binnenhof een tijdje missen. Mm-hmm. Maar het koffertje blijft gewoon. In het koffertje zat natuurlijk de nota, de begroting voor het komend jaar. Daar wordt de komende dagen veel over gepraat. Heel veel over gepraat. Wat verwacht u daarvan? Nou, voor een deel is het voorspelbaar. Ja. De coalitiepartijen zullen zeggen, nou goed gedaan. De oppositiepartijen zullen zeggen, daar deugt helemaal niets van. Ik hoop dat het ook gaat over de dingen die echt erop toe doen op dit moment. Problemen rond veiligheid, integratie. Zeg maar hoe we samenleven met elkaar. Ja. Nieuwe investeringen voor de economie. Ja. Dus niet alleen maar de begroting. De begroting is op dit moment ons minste zorg. Die staat er namelijk vrij netjes voor. Ja. Dus het moet nu gaan over, ja, maar what's next, hè? Wat is het volgende probleem? Nou ja, en what's next is ook wel meteen de vraag die ik dan tot slot wil stellen. Want morgen gaat dat beginnen. Vandaag is echt feest. Het voelt heel feestelijk hier. Ik heb begrepen dat op iedere hoek van Tweede Kamer wel ergens een borrel is. Waar gaat u allemaal naartoe zometeen? Geen enkele borrel. Heb ik geen tijd voor. Dus ik moet allemaal interviews doen zoals dit met u. Ja, dus ik had eigenlijk even een borrel voor u moeten meenemen. En ik eindig vanavond bij RTL Late Night. Ah. Dus tussen nu en RTL Late Night is het helemaal vol. Geen tijd voor borrels. Nou, dank u wel voor uw tijd dan en succes nog vandaag. Dank je wel. Okay, dag meneer Dijsselbloem. NPO Radio 2.